Caroline van der Plas baalt er naar eigen zeggen absoluut niet van dat Pieter ontzicht een eigen partij is begonnen. Ze vertelt op locatie, voor de camera van op 1, een heleboel mensen denken dat ik nu helemaal verdrietig ben en zo, van ja, dat gaat ons zetels kosten, maar dat is helemaal niet zo. Het gaat erom hoe wij met Nederland verder gaan. Iemand als Pieter ontzicht heb je daar gewoon echt keihard voor nodig, zegt Caroline. Verslaggever Thomas van Groningen vraagt daarop, maar dan toch de vraag: als iemand nou twijfelt tussen nieuw sociaal contract, de partij van Pieter ontzicht, en BBB, waarom dan? Hahaha, <laughs> antwoordt Caroline. Dat is een goede vraag. Waarom dan toch BBB? Ja, kijk, dan zou ik zeggen: wij zijn poten in de klei mensen, handen uit de mouwen mensen, wij hebben een stabiele gevestigde partij, daar zal Pieter ongetwijfeld ook meekomen. Ja, weet je, ik vind het lastig om te zeggen. Ik ben een heel gezellige vrouw, dat ik. Op één presentator Jort Kelder begint na het item met Caroline te gniffelen in de studio. Het is wel interessant. Ze zegt een stabiele gevestigde partij, maar lacht binnenmonds, red. Er is nog geen lijst en ze weet nog niet wie de premier wordt. Zo zijn we eigenlijk nu bezig. Ze heeft niet echt een an... wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, daarop, nou, nee. Daar moet ze even over nadenken natuurlijk. Het overviel ons vandaag allemaal. Ik zou denken dat zij meer de regiepartij is en dat Pieter Ontzicht meer voor die bestuurscultuur staat. Iedereen moet zich nu relatief gaan positioneren ten opzichte van Telegraafjournalist Wouter de Winter, denkt dat deze move van Ontzicht de BBB veel zetels gaat kosten. Het is voor BBB niet zo'n goed nieuws als het hen te doen is om een grote partij te worden of te blijven, het is maar hoe je het bekijkt. Ze hebben nu één zetel in de Kamer, maar in de Senaat... Hij vervolgt mensen die dachten dat BBB de grootste partij gaat worden. Die kans is een stuk minder geworden. Tegelijkertijd, de vriendelijkheid heeft misschien wel een andere reden, want de BBB heeft 16 zetels in de Senaat en hoe groot ontzicht ook wordt, hij heeft geen zetel in de... Senaat. Je kunt al die grote plannen niet uitvoeren als je niet ook over senatoren beschikt. Het zou me niet verbazen als die twee elkaar de komende maanden en jaren nog wel kunnen vinden.